Good morning. Zorg dat je wakker wordt met een vrolijk nummer. Dat maakt de dag echt zoveel beter. In deze video geef ik jullie een aantal tips hoe je een productieve dag kunt hebben. Hopelijk vind je het leuk om te kijken. Veel plezier. Begin je dag met een lekkere warme douche, zodat je daarna helemaal fris bent. Zorg dat je comfy kleren aan hebt, maar niet te comfy. Dat je wel nog een beetje het idee hebt dat je echt er leuk uitziet en je best hebt gedaan erop. Het eerste dat op mijn to-do-lijstje stond, was mijn bed verschonen. En ik dacht, laat ik dat meteen maar doen, dan heb ik dat ook weer gedaan. Vaak kijk ik tijdens mijn ontbijt een video, maar dan kan ik heel lang door blijven scrollen op YouTube. En dan duurt het heel lang voordat ik eindelijk begin met wat ik moet doen. In plaats van een filmpje kijken, maak ik dus mijn to-do-lijstje voor deze dag. Zorg dat je een goede sfeer hebt in de kamer waar je gaat leren. Heb water bij je, doe je kerstlampjes aan, zet muziek aan, kaars aan en ready to go. Or to do, actually. Na, denk ik, ongeveer een uur werken of iets minder is het belangrijk om ook even een korte pauze te doen. En dan niet even je bericht op je telefoon checken. Dat is echt de grootste fout die je kunt maken. Tenminste, die ik kan maken als ik op mijn telefoon zit voor 5 minuten. Dan zit ik er voor een half uur op, als het niet langer is. Dus iets wat echt even iets helemaal anders is. Even bewegen of zo. Ik ga even mijn lenzen indoen. Ik heb nu nieuwe lenzen. En nou, daar ben ik denk ik wel langer dan 5 minuten mee bezig. Maar het moet gebeuren. Wanneer je merkt dat je afdaalt, kun je het beste even opstaan, een dansje doen en gewoon dan weer beginnen in plaats van heel lang blijven zitten en niets doen. Dan heb ik nog een paar tips voor het leren. Ten eerste, eet wat ondertussen, wat nootjes of kauwgom, want als je koudt, dan zijn je hersenen daar ook mee bezig. En ik heb gehoord dat dat goed is en dat je dan dingen beter blijft onthouden en zo. En het is natuurlijk hartstikke lekker. Zelf vind ik het ook heel erg fijn om mijn samenvattingen te markeren. Door al die kleurtjes heb je wat meer overzicht en onthoud je het beter. Tenminste, dat heb ik heel erg. En maak jezelf wijs dat je het echt interessant vindt. Want daardoor onthoud je het ook makkelijker. En is het veel makkelijker om te leren. Als je heel erg gaat zeuren van, oh, het is zo saai, dan lukt het ook gewoon niet. Maar als je denkt, nou, weet je, het is best wel leuk, dan is het echt veel makkelijker, geloof me. Ook al is het eigenlijk niet leuk. Maar als je het jezelf wijs maakt, dat helpt gewoon. Nadat ik boven aan school had gewerkt, ben ik beneden om mijn laptop wat mailtjes gaan versturen en heb ik geluncht. Dit was een beetje het punt waarop ik al wat minder productief werd. Verder is afwisseling heel erg belangrijk. Ga dus aan een moment dit vak doen en daarna niet door met dat vak, maar een ander vak doen. En af en toe dus kleine pauzes. En je mag ook een keer een grote pauze. Ik ben bijvoorbeeld naar de stad geweest als grote pauze die uiteindelijk iets te groot werd. Nou, kijk hoe kekke deze blouse is. Er staan olie op en nog meer olijfolie en olijfbread en weet ik veel wat. I like it. Even weggaan, zoals de stad in, of sporten is heel belangrijk. Dan ben je even gewoon helemaal niet bezig met alles wat je moet doen. En gewoon even aan het relaxen. En ik denk zelf dat dat heel erg belangrijk is op een dag dat je heel veel wil doen. Want je kunt niet 7 uur achter elkaar blijven doorwerken. Je hebt gewoon even rust nodig. Oké, het geval is, ik ben niet meer zo productief. De dingen die ik in de ochtend wilde doen, maar niet gedaan heb, zijn badkamer en nog een maatschappijdeurp samenvatten. Dus dat wilde ik daarna doen. Maar toen duurde de stad ook veel langer dan gedacht. En toen ben ik hier, toen ik thuis was, ook niet echt meteen productief geweest. Toen gingen we weer eten. Ik wilde eigenlijk na het eten niks meer doen. En nu is het 7:50. Dus we hebben heel wat tijd verspild. Maar omdat ik vanochtend zo productief was. En dat ik heb niet vaak van dit soort beetje productieve dagen. Ik ben meestal echt gewoon nul productief. Dus daarom heb ik wel het gevoel dat ik een goede dag heb gehad. En ik ga nu snel de badkamer schoonmaken. En dan nog even maatschappij er doen. Voordat ik het vergeet, het was wel keigezellig in de stad. I have had a good time. And that's also very important.
ondanks dat ik niet alles heb gedaan, heb ik zeker een productieve dag gehad. Ook al was het niet altijd productief. Maar goed, ik denk dat het onmogelijk is om echt een hele dag helemaal productief te zijn. Ik ben echt heel tevreden over hoe ik het gedaan heb. Ik ga nu nog even mijn bullet journal bijwerken. Mijn lenzen uithalen. Ik zie er weer helemaal tegenop. En ja, that's it. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar deze video te kijken. Dat je een beetje hiervan ook het idee krijgt van oké, nu ga ik ook productief zijn. Maar dat je aan de andere kant ook ziet van oké, ik ben niet de enige die niet altijd productief is. Want dat ben ik dus ook. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Bye. Oké, ik kom er niet bij. Je snapt wat ik bedoel, toch? If I could begin to be half of what you think of me, I could do about anything. I could even learn how to